Ben jij klaar om 100 miljoen te winnen? Krijg ik 100 miljoen V-bucks? Nee. Fortnite gaat toch iets van 58 miljoen uitkeren of zo aan de prijzengeld? Nee, 100 miljoen. 100 miljoen aan prijzengeld. 100 miljoen? Ja. Dat is teringziek. Ik dacht 89 of zo, maar alsnog. Gaan we beginnen met een klein potje? Kleintje. Klein potje. Even gewoon het goede gevoel krijgen. Ik denk dat wij samen wel wereldkampioen kunnen worden. Dat sowieso. Ik ging gisteren met Koen spelen voor opnames. En toen liep eerst... Ben je weer op de Fortnite grind? Nee. Maar ik zat weer een beetje... Kijk, ik was een beetje uit de Fortnite grind, moet ik heel eerlijk toegeven. Door de QSO. Dat ook. En omdat ik FIFA gewoon op dit moment best wel op zich leuk vind. Ik vind FIFA op zich ook wel leuk. Toen was er dus een prijzenpot van 100 miljoen bekendgemaakt. Ja, en wie om daar niet gebruik van te maken. En dan snoep je maar 1 miljoen mee, is ook prima. Ja, snoep je 1 miljoen mee en daarom wil ik ook tegen de mensen thuis zeggen... Ga je huiswerk doen, potverdorie, en geef Fortnite. Ga je niet de examens ontwijken door dit te doen? Oh mijn god, oké. Okay. Waar zit jij? Oké, ik heb een heavy shotgun. Oké, ik heb een scar. Oké, lekker. Zitten we solid gold te doen of zo? Nee, ik heb gewoon normaal. Oh, ja, normale scar. Ik heb hier een mini voor je. Iemand lacht. Oké. Ik ga een beetje pushen. Wat dom. Gaat, wat doe je? Wacht dan op mij. Ik heb hem nog. Ja. Die gast had geen armen of zo. Kan hij nul knock zijn? Kan een scar. Maar ik kan wil weten waar zijn team is. Hij komt eruit, hij komt hier terug. Daar is hij. Kut! Jee, we hebben hem. Ik had hem één keer geraakt. Maar lekker. Thank you. Ik heb nog maar 5 held. Ik heb 1 mini voor je, maar die wil ik eigenlijk ook wel zelf. Laten we eens even gaan. Je hebt echt weinig geld inderdaad. Had die andere gast goede loot? Nee, helemaal niks nog. Had ook geen shield of iets, maar de piemels staan er nog, dus daar zit ongetwijfeld wel een lekker medkitje in. Maar we hebben het, Anarchy is van ons. Waarom zijn er zo weinig mensen in Anarchy, terwijl het hier zo maar boven? Ja, dat is heel random. Meestal is het wel druk in Anarchy. Het is wel een leuke plek. Ik vertrouw het ook niet helemaal hoor. Ik zie toch wel ergens dat ik ze in één keer oppoppen. Hier ligt een groene AR. Ik zet zo mijn wapens goed hoor mensen. Rustig aan. Ik zie al die comments zo. Ja, zo kan je nooit 100 miljoen winnen. Jongens. Het is ook... Wat doe je dan? Ik kan mijn wapens nog niet geworden. Oh, dan moet je wel even doen hoor. Anders... Ja. Maar laat me zeggen, voor iedereen is orde en structuur anders, hè? Wat voor jou orde is, dat hoeft voor de ander geen orde te zijn. Weet je dat? Hier liggen minis. Ja, dat neem ik zo. Kijk even... Ik neem bandages mee. Wat hier boven nog ligt. Je kan die appels... Weet je wat appels zijn? Ja, die kan met... Maar doen die zeg maar... Gaan die hoger dan 75 ook? Ja. Oh, die gaan juist naar 100. Daarom moet je eigenlijk, als je geen medkit hebt, moet je eigenlijk appels gaan zoeken. Maar wordt Fortnite competitive? Gaat het om kills ook? Om skills? Gaat het echt om overleven? Maar hoe wordt het? Word je dan zeg maar gewoon met 20 teams of zo? Wil je het 25 teams? Ik weet niet, je hebt nu een soort test competitive game mode. Dat je een week lang of een maand lang of een tijd lang kon je solo's games doen. En dan moet je 50 games spelen of zo. En dan kon je punten verdienen. En dat ging echt alleen maar om overleven. Maar dat was eerder een pilot, denk ik, voor competitive. Ninja heeft gezegd, een tijdje geleden, ik weet niet hoe die er nu in staat. Dat hij als een competitive kwam, dat hij waarschijnlijk niet meedeed. Want dat vond hij niet de charme van de game. Ja, het is gewoon bang dat hij door de mand valt misschien. Ja, hij deed mee aan die competitive shit. En toen was hij inderdaad niet dat hij iedereen ownde. Maar ja, logisch, want iedereen kan er wat van. Ja, maar dat is toch... Fortnite is denk ik een beetje hetzelfde. Nou, het is natuurlijk wel meer skill. Maar bij FIFA zie je ook dat elk toernooi iemand anders wint. Zou bij Fortnite toch ook gewoon zo zijn? Dat, zeg maar, je hebt altijd wel een soort van top 25 waarschijnlijk van de wereld. Of, nou, gewoon een top 100. Maar dat die altijd wisselen. FIFA is denk ik nog wel erger. FIFA is nog erger, ja. Oh, wat een lekkere appel. Zo, de vitamintjes, hè. Dit vind ik wel top dat ze dit doen. Dat je zeg maar ook niet alleen via een medkit of een campfire op de kan komen. Dat is een leuke toevoeging. Maar je moet ze wel zoeken. Het is niet dat ze over... Hier liggen ook appels als je nog meer nodig hebt. Oh, op Blood Lake. Ik zie iemand springen. Waar? Midden op Blood Lake. Op het water? Oh, ik zie hem ook, hè? Geen shield. Ik heb hem knocked. Hij bouwt niet eens. Holy shit. Hij is knocked. Hij is niet in één keer... Ja, ik zag waar hij lag inderdaad. Maar hij ligt onder water. En ze moeten gewoon wachten tot zijn maat hem komt helpen ofzo. Ik heb geen idee. Oké. Achter ons, ik zie waar het vandaan komt, oost. Schiet een RPG op mij. Oké, mij zien ze dan waarschijnlijk niet. Oké, hij is van mij. Hij floemt, hè. Ja, eentje is bijna dood, ja lekker. Maar die andere nog pushen. You can go for it. Ja, ik heb de ene... Kut! Oké, ik heb wat gepakt van... Was jij dat? Nee, ik zie mensen nog verder. Ja. Ik ben bijna dood. Pop even minis. Jezus. Pushen ze mij? Nee. Oh, ik zie achter ons. Ja, oké. Kut, ik heb per ongeluk. Achter ons? Ja, voor mij op oost. Maar dat is nu niet meer achter ons. Ja, het ligt er maar wat je als achter ons ziet. Jezus! Ah, je werd gesnijpt. Jezus! Ik zat ook even te pieken en niet al tactisch. Ze gaan pushen. Zijn ze er al? Nee, hij loopt nu naar boven. Kut!
Kut! Ja! Oh mijn god! Lekker! Ziek! Gast, die ene pumptik... Matty is Mount Carrier! Gast, die ene pumptik, serieus, 130? Met een headshot? Hoe kan dat ooit, joh? Hij was best wel dichtbij. Er ligt daar een chug jug, maar die ga ik even pakken. Want die heb ik al verdiend, vind ik. Ja, ja, die heb je ook verdiend. Het was een hele avontuur om die chug jug weer terug te vinden. Lol. Oh, daar zijn ze alweer, hè? Nee, ze schieten niet op ons. Er ligt nog een chug jug, hè? Pak die chug jug, hè, Rol. Ligt er nog een chug jug? Ja, daar ligt een chug jug. Daar. Zie je hem? Oh, okay. Jetpack. Oh, het was een jetpack. Die ligt er ook. En een chug jug. Oh, die jetpack is bijna... Op, oké. Wat ligt hier voor een... Wat doe ik nou? Wat doe ik nou? Dat is die jetpack, denk ik, maar... Die poorten voort, hebben we die nodig? Neem jij die sniper mee? Dat doe ik wel. Poorten voort hebben we niet nodig. Ze zitten best wel dicht voor onze neus. Voor mij horen ze niet bij elkaar. Oh, hoe kan ik die nou missen? We moeten de andere kant op, hè? Laten we dat doen. We moeten om Lootlake heen. Ja, ze snijpen ons nu. Dit is kut, we bodyshots overleven wel redelijk. Ja, we moeten over die fucking Lootlake heen. Ik heb veel hout, dus dat kan wel. Oké, ze schieten vanaf dinges, hè? Ik ga mijn medkit... Nee, wacht, dat ga ik helemaal niet doen. Oh, kut, oh shit. Hij fucked up. I did it! Ik heb bijna geen hout meer, hè? Maar ik heb het overleefd. We zijn er bijna! Jezus, ik ben ook zo apathisch bezig soms. Turkije, komt hier de accu... Oh, kut! Oeh, je moet even blijven leven, want ik heb bijna geen held ik met mijn chuckje kan nemen. Ik zie niet waar die is. Oh, daar is hij, ik zie hem wel. Bijna. Oké, kut. Ik ben bijna dood. Ik ben in de storm. Eentje knocked. Waar is die ander? Weet ik niet. Ik heb een medkit. Het zou wel lekker wezen, Gerard. Even, daarna moeten we gelijk weer door, maar goed. Het gaat wel lekker. Ik drop hier die medkit. Ligt daar nog oké, loot? Ik heb bijna geen dingen meer. Wat heb je geen, ammo? Ja, dat nog wel, maar gewoon, ik heb maar drie dingen. Ik heb een poorder fort, een shotgun en een hunter in ruim van nu. En een scar, dan nog wel. Ik heb niet heel veel materials. Als ik heb een poorder fort. Ah, dat is wel... Het is wel echt voor noobs om in een poorder fort te zitten, was nog. Oh, loopt de Mjensie hier voor mij de berg op? Oké. Okay. Achterzaan? Oh, ik zie ze, van mij zijn die wel shit. Wacht even. Ik heb gemerkt uit ervaring... Klinkt echt alsof ik er nu pas achter kom. Nee, dat je het beste tegelijk op kan schieten. Want nu gaat hij bouwen. Ja, ik heb hem al. Oh nee, je hebt hem al. Die was echt slecht. Dat was die teammate, hé. RPG goud. Oh, tering lekker, hé. Gast, dit is wel echt tering hoog, hé. Maar we hebben geen loungepad, toch? Of nee. Heb jij die? Nee, maar er zitten ook meer mensen... Kijk, ik ga proberen te snijpen. Oké, er zitten ook mensen aan de andere kant van ons. Aan de andere overkant, ja. En die zitten wel de cirkel van mij. Ja, we moeten hier weg eigenlijk, hé. Eigenlijk ook niet. We hebben pas nog maar 3 duo's tegen ons, hè? We kunnen dit winnen, grap! Let's go! Niet zo druk op me zetten, alsjeblieft! Okay. Ik weet ook wel ongeveer waar ze zitten. Ja, kut, dan moeten we nu eraf. En diegene aan die... Welke kant gaan we eraf? Ja, de voorkant gewoon. Oh, daar lopen ze, hè? Hadden we een beetje meer geluk met de berg, had het nog wel leuk kunnen zijn. Je kan ergens mijn poort voor. Ze zitten bij die loot. Zie je die loot? Daar zitten ze. Ik zie ze lopen. Ze moeten ze eigenlijk pushen, hè? En dan pakken. Dan zijn we het mannetje. De haantjes zijn we dan. Ga jij die kant? Ik heb geen materials daarvoor, ik moet wel achter je aan. Ik ga via de gewone weg, oké? Jij moet ze even flanken. Doe jij dat? Ja. Oh, in mijn rug. Oh, jezus. Ah, ik ben dood. Kut, ja, ik heb verneukt. Ja, kut, zwaar. Hij is alleen. Dat was een beetje Nee! Met dat door de storm? Nee, ik gooide... Ja, ik had nog maar 7 held. Maar ik gooide een poorder voort. Maar niet goed. Ik had verneukt, ja. Ik had geen... Maar ik had nog wel een kill. Ik werd gepakt door zo'n vent. Maar ik kon niet bouwen. Dus ja, dat is een beetje kut.
Er staat niet in de regels van de e-sports dat Anarchy verboden is. Nee, klopt. Je mag altijd gewoon, ook bij de e-sports, bij Anarchy landen. Hé, hey, er is trouwens, ik zag, er is een item die de laatste, of de cirkel hierna voorspelt. Dus dan pak je en dan zet je hem in en dan zie je waar de cirkel hierna komt. Of twee cirkels hierna of zoiets. Wat heb je daar precies aan? Ja, dan kun je daar al naartoe lopen. Ja, ik ben nooit zo'n fan van al op de plek zitten waar de cirkel komt. Eigenlijk moet je het gewoon, je moet het over je heen laten komen. Een beetje als een kumshot. Kumshot? Stond in het woordenboek. Het heb gestaan op... Jezus, okay, ik land echt veel eerder. Ja, ik land echt heel dramatisch juist. Ik land echt helemaal... Oké, dan ga ik bij die twee huisjes... Ik gok op die truc. Oh, die truc zit een... Er zit een kist in de truc. Ik kom voor het verrassingseffect vanuit de truc. En nu ga ik achter een boom staan campen. Oké, hier ligt een chest volgens mij. Ik wil gewoon niet dood. Mijn drang om te overleven... Oké, lange afstandswapen. Oh, oké. Oh, dat zit erin. Oké. En alsnog plaats ik even een chest hier. Of een trap, bedoel ik. Oké, Matt, waar ben je? Ik zit achter een boom. Oké, ik heb 3 stickies. Ben jij aan het schieten op ze? Ik ben dood. Ik heb een impulsnade ingezet. En toen ging ik dood. Ik ben echt een mogol. Ik wilde even een ninja klus doen. Hey, achter je, Roel. Je komt hakken. Achter je, Roel. Ook achter je. Daar bouwt iemand. Of was... Dat was hij volgens mij. Oh. Waar ben je? Ik ben hier. Ik lig achter een boompje. Maar er zit iemand bij de paardenstal die mij gekild heeft. Nou, aan alle kanten zitten ze. Ja, die heb ik gekild, man. Kom, go for the revive. Je kan het. 100 miljoen. Zonder skin. Oké. Hij schoot op jou, hè? Je moet even kijken of iemand aankomt. Ik zie niks, maar de stenen worden steeds minder doorzichtig. Maar je redt het wel. Je redt het wel. Yes. Oké, hier. Oké, thanks voor de bandages. Komt iemand aan. Yes. Oké, nu heb ik bandages nodig. Ik nak even je shield. Dat was niet mijn... Ja. Oké. Nou, goed Gerard, ik heb 1 kill, jij ook. Nee, 3. Lekker zeg, maar dan zijn er nog, dat is nog een duo, hè. Wat wil je doen, pushen of verwachten tot ze hierheen lopen en dan... Nee, gewoon pushen. Gewoon pushen, pushen? Zeg maar. Nee, pushen. Dus gewoon laf. Pushen is laf. Nee, als in, doe niet pushy als je tegen me, maar gewoon pushy. Pushen. Dit vind ik wel echt stom, dit. Oké, ze zijn rechts, hè. Ze zijn waar we net dood gingen. Ik zie hem, hè. Volgens mij is hij alleen. Kom even helpen. Ja. Als hij piekt, dan heb ik hem. Oké, ze zijn dus niet alleen. Niet alleen? Heb je hem? Ja, maar ik weet niet of dat... Hij was in één keer dood, maar ik weet niet of hij was. Ik zag hem door het hout heen, dus ik dacht, nou, schiet maar. Ik moet even... Oh! Pak jij maar. Yeah! Nou, ja, jij gaat lekker nu, hè? Maar dit is, als je, laat maar zeggen, 1-2 speelt. Hij ging helemaal focussen op mij, omdat ik 1 muur bouwde. En die op gevaar voor zijn eigen leven gaat, die kapot schieten. En jij dan van de zijkant, drrr, doei. Ja, houdoe en de mazzel. Hier is ook een dingetje. Oh, hier ligt... Wil je zo'n famas? Zo, die is lekker, man. Moet je die is ook... Was die paars? Ja. Ja. Als die groot was, had ik hem meegenomen in plaats van die Iskar. Nee, wil je die paars? Ik heb hem mee voor je. Jij hebt de aim voor een burst ook. Waar ben je eigenlijk? Oh, dat was jezus. Godverdomme, ik schrik me helemaal. Sorry, ja. Ja, kijk, als je 100 miljoen wil winnen, moet je hier tegen kunnen, hoor. Halve hartverzakking! Minis! Ja! Heb jij die nog? Kan je die stacken? Nee, anders had ik wel aan jou gegeven. Zal ik mijn bandages... 2 minis, 6 bandages of 3... ik neem mijn bandages, minis. Ik heb impulse nades. Ja, die heb ik hier ook. Die heb ik daar gedropt. Ik ga ze wel pakken. We gaan straks mensen uit de storm inblazen, oké. Nog 16. Let's go, we can do this, man. Ik vind het altijd veel te leuk om dan zeg maar helemaal af te dwalen. Maar dat is eigenlijk gewoon helemaal niet tactisch. Laatst ging jij pushen met een RPG en best goede loot en een chuk-chuk. Ging je met je eentje pushen, dan killde je de 2 en die derde pakte je. Ja, toen hadden ze met chuk-chuk. Hadden zij chuk-chuk RPG, kwamen ze met z'n 3, hoor. Hadden jullie alsnog gewonnen? Ja, we hadden wel gewonnen. Maar wij zijn natuurlijk echt ongelooflijk goed. Ja, jij en Koen zijn echt de next level. Ja, wij zijn echt heel goed. Maar echt heel goed. Wij kunnen echt winnen. Ik heb even 100. Ach, ja, 100 wat? 100, ja. Appel. Oh. Ampels. Ze zitten wel voor ons, hè? Daar heb ik ze gezien, op die heuvel een beetje. Maar de ene zit echt heel ver, misschien waren dat ze zijn. Wat ligt daar voor een ding dat gloed geeft? Dat paarse? Ja? Dat is de side quest challenge, weet je wel. Oh.
Flikker lekker op neer. Oké, ze zitten op Zuidoost, hè? Best wel dichtbij. Oh, daar. Een paar keer geert, maar het is best wel ver. Godverdomme. Ja, kom naar beneden. Ze pushen. Ik heb... Oh, die teller van die Bennett. Kut, hij is goed. Hij is toverd. Ik heb een launchpad. Kut, ah, op zijn maat aan de zijkant. Ik ben gewoon... Ik heb er eentje knocked. Welke? Die daar. Die bij jou. Ja, die bij mij is. Die, oh, zijn maat is aan de overkant nog. Ja. Oh, lekker. Het is lekker dit, hè. Gast, deze gast, dat was echt een toveren. Heb jij bennetjes? Ja, 8 nog. Waar ben je? Want hij, ik ben niet zijn maat gaat pushen. Gast, die gast... Ik heb flink gehit. Komt-ie of niet? Nee. Hij bouwt daar gewoon. Ik moet wel echt... Zo raak ik niet de één keer gehit, want dan ben ik eraan. Ik kom naar jou toe. Oké, dus hij wordt aangevallen met rockets vanaf de zijkant. Wel mat hier. En aan de achterkant wordt ook gebouwd. We zitten echt dik ingebouwd, maar goed, geen idee. Er liepen ook net mensen echt recht voor ons. Ja, overal. Maar we zijn er maar 2 duwers trouwens nu. Oh, eentje knocked, lol. Oké, lekker. Dan moeten we zorgen dat we die afmaken, dan hebben we weer tegenstander minder. Dat is sowieso een duwer nog maar in een eentje. Waar? Waar, wie, ja, waar heb, wie nu heb gebouwd je wordt. Oh, daar, heb je die knocked? Ja, die leeft dan weer zo. Weer eentje knocked. Is hij gerevived? Oh, je hebt hem weer gewoon gelijk genokt. Heb jij daar ammo voor? Nou, dat is kut. Ja, weet je wat, zij gaan elkaar weer die revive. Die andere gast komt nu pushen. Ja? Ja. Ik zie het. Ik heb bij de dood, hè? Heb je hem? Is hij bij jou? Nee, hij zit hierin. In het huis, zei je toch? Ja, hij zit in het huis, ja. Hij gooit traps. Oké, ik zie hem mee. Ik heb hem. Hij was aan het campfiren. Lekker dit, zeg. Oké, let's go. Nog, nee, nog één tegenstander, gek. Nog één? We gaan het doen, is mate! Oké, niet choken. Nee, ik heb een dinges nog, hè? Een launchpad. Oh, dit moet kunnen, dit. Gast, dit moet lukken! Gast, we hebben best wel redelijk gespeeld. Maar ik weet niet waar hij zit. Waarschijnlijk campt hij. Moeten wel, we moeten ook daarheen voor de cirkel. Hij gaat nu de cirkel bouwen. Moet ik dan een hoger bouwen nog? Ja. Ja, hoger? Ja. Wacht even, hij... veel materials. Kan je het doen? Hij gaat kapot maken, hè? Let's go. Naar hem toe, hè. Waar is hij? Links zit hij, links. Ah, kut, hij pakt me. Ah, kut! Ik ben dood. Hij zit hier bij mij, hè. Ah, kut! Ah, ja, je moet het zelf doen, hè. Ja, hij is goed, hè. Het is een tovenaar, we gaan verliezen. Ja, het is een tovenaar. Ga eens dat launchpetten, hij pakte me echt een paar keer met zijn shotgun vanuit de lucht. Echt ziek. Ah, kut. Hij staat nu in jouw hockey van net, zit hij? Met een FAMAS. Hij bouwt nu omhoog. Klote! Dit is echt kut, hé. Oh, jij zit daar. Ja. Hij ziet jou of niet? Ah, ik heb verneukt. Het is mijn schuld. Ik had niet dood moeten gaan. Misschien hadden we het toch niet moeten pushen. Maar ja, dan, zie je, dan ga je zo, krijg je zo'n camp battle. Je hebt 5 kills. Oh jezus, ik zag hem niet. Ja, hij is fucking goed. Kutzooi! Kutzooi! We hadden niet moeten launchpetten. Nee, eigenlijk niet, maar ja, hij heeft ook 8 kills. Dat is wel goed. Oh man. Ja, ik was sowieso net gehad. Kutzooi! Geen 100 miljoen! Mensen, je wordt bedankt voor het kijken. Geen 100 miljoen, dus ook geen euro voor iedereen die liked. Maar toch zou een like chill zijn. En ik check je later. Joejoe!